Deze beschouwing die is voor atheïsten en gaat over atheïsme. En mensen die een gelovige bestaansreden hebben, die mogen ook meeluisteren. Die krijgen gelijk. Dan nou, ben je al gelijk, dan gaan die atheïsten al zeggen: oké, okay, nu hang ik op. Ja, als, nee, als de gelovige mensen gelijk gaan krijgen, nou dan, nee, dan ben ik nou, uh, ik ga weg hoor. Ik zal toch even blijven uitluisteren. Hè? Ik ga namelijk beargumenteren. Terwijl ik mij, voordat ik mijn conclusie ga trekken. En dan kan jij dus als mijn conclusie niet loopt, daar heb je mijn argumenten. En met die argumenten kan jij dan aan de slag, bijvoorbeeld door een argument te weerleggen. En dan heb je mij te pakken. Nee, want als je een van mijn argumenten weer legt, dan stort mijn hele betoog in elkaar en dan krijg jij mogelijk gelijk. Dat snap je? Zo werkt dat in de, in de discussie. Ja, de aanleiding voor deze beschouwing is een filmpje dat ik... Nou, ik heb het nog niet helemaal uitgekeken. Uh, dat is van een vrouw waarvan ik vind van jeetje, is ze boos of zo? Met een hele... Nou, ja, zal ze er dadelijk wat meer over vertellen. <laughs> en die reageert dan op een filmpje en daar zal ik ze dadelijk wat meer over vertellen. <laughs> maar eerst even twee dingen. Ik, uh, ik pak even mijn thee als eerste. Misschien moeten jullie dat ook even doen. Uh, ik heb de theepot. Maar even iets anders. En het uh, de thee is nu geregeld. En het tweede wat ik even wil doorgeven is dat ik bezig ben met het voorbereiden van een groot experiment aangaande koolstofdioxide. Dat wordt wereldschokkend. En dat kan uitgevoerd worden door, um, ja, door mensen zoals ik en mensen zoals jij hoef je helemaal geen professor, dokter worden zijn. Je moet wel handig kunnen zijn. En de details die, die, heb ik dan besproken in een beschouwing. Ik zal die beschouwing die kan je onder deze uitzending. Ik, ik zal hem daarboven inzetten, want ik ga er elke keer reclame voor maken. Ik wil dat iedereen ernaar gaat kijken. Ik wil dit echt uitgevoerd hebben dit experiment. En die hele discussie over CO2 en global warming. de nek omdraaien. Eens en voorgoed. Ik ben ook helemaal beu met uh, Greta Thunberg en de uh, idiote geschreeuw van het mens. met. How dare you! En dan al die mensen hier in Nederland en op Facebook. die achter de aanlopen te schokken en daar hyperdepressief van worden. En ja, afgelopen zijn. En de leugen kan alleen bestreden worden met de waarheid. Dus vandaar. Ja. Nou, kijk even bij die beschouwing. Die staat hieronder. Het, het grote CO2-experiment. En dan kan je, hoor je meer details. En de bedoeling is dat. Nou, ik ben degene die de volgende stap gaat zetten. En ik wil van jullie een reactie. Ik ga dit niet helemaal in mijn eentje doen. Dat vind ik belachelijk. Om een man van 60 dit even in zijn eentje te laten doen. Dat slaat nergens op. Als het je echt aan het hart gaat. En dat je geeft om bijvoorbeeld de agrarische sector. Want die is de bok hè van die milieualende. De agrarische sector gaan ze kapot maken. Als je denkt, nou goed, dan gaan die boeren maar weg. In Zuid-Afrika hebben ze die boeren er ook kapot gemaakt. Nou, uh, kijk maar hoe het in Zuid-Afrika gaat. Ik vind het hartstikke goed hoor in Zuid-Afrika. De hele haven van uh, Kaapstad, die ligt vol met plastic. Nou, dat is hartstikke handig. Als je in Kaapstad een plastic flesje nodig hebt, nou, dan ga je even naar de haven. Dan liggen er genoeg hoor in de haven. Dat is hartstikke makkelijk. Nou, als je hier naar Rotterdam gaat en je wilt daar een plastic flesje hebben, nou, dan ga je naar de haven van Rotterdam. Dan drijven we helemaal geen flesjes in het water daar. Nee, doe mij Kaapstad maar. Zie dus je wel? Je moet gewoon al die boeren moet je weg hebben. En ook de boeren in Zimbabwe, die zijn ook allemaal weg. Nou, daar wil ik ook hartstikke goed in. Zoals het in Zimbabwe gaat. Kijk, vroeger in Zimbabwe konden ze landbouwproducten exporteren. Nou, daar had de hele wereld last van. Nou, tegenwoordig niet meer hoor. Tegenwoordig is Zimbabwe weer netjes als de rest van de wereld. Is um, landbouwproducten natuurlijk. Importeren. Want de boeren zijn weg. En dat wil ik in Nederland ook. We moeten een voorbeeld thema aan Zuid-Afrika. Met al die negroïde mensen. Met, uh, met Nelson Mandela. Met Kiel de boers, Kill de boers. En uh, dat moet, wanneer gebeurt dat in Nederland nou een keer? Kijk, als je zo denkt. Nou, dan kan ik echt boos over worden. Maar nou, onze agrarische sector gaat kapot. En ik ben iemand. Ik ben hartstikke blij met de agrarische sector van Nederland. Ik ben er trots op wat wij gepresteerd hebben op dat terrein. Echt geweldig. En dat, wordt dan, dat, dat heet intensieve uh, veehouderij... en intensieve landbouw. Ik ben er hartstikke trots op. Maar wat is er nou mooier... dan iets intensief te doen? Je noemt met zo min mogelijk input... en zo hoog mogelijke output. Als er iets eco is, dan is het dat wel... En dat andere mag van mij ook. Je mag van mij ook. Uh, er was laatst een boer. Die had dan een voedselbos. En dan konden dan mensen. De... Ja, dat heeft ook wel opbrengst. Natuurlijk. En dat is ook leuk. Nee, ik vind het ook prima. Er was ook laatst iemand. Een... Er, was een... er was iemand uit zo'n agrarische familie en dan waren ze benaderd door een of andere natuurvereniging en die wilden dan dat er meer bloemen in de wijk kwamen of zo. Dat vinden die boeren best. Je mag niet, die boeren vinden dat prima, maar werk dan een beetje mee en ga niet met zoiets komen met allemaal zaad wat je toestuurt in september, oktober, want dan groeit er helemaal niks. Kom dan even praten in het voorjaar. Een beetje overleg met die boeren. Ga een keertje langs. Boeren zijn geen boosaardige mensen. Ze worden ze wel weggezet. Hè? Nou, daar gaan we. Dat is dan uh, daarover dan. Het grote CO2-experiment. Kijk daarna, doe een likeje, steun de boel, geef een reactie. Ik zet de volgende stap en we gaan net zo lang door totdat het experiment is uitgevoerd. Punt. En dat gaat wat geld kosten, maar dat is best op te hoesten. We hebben het hooguit over, uh, nou, ik weet het niet eens precies, maar echt niet meer dan 500 euro in totaal. Ik kan me niet voorstellen dat het zoveel kost. Waarschijnlijk uh, iets van een nou, 20% daarvan. Dus dat je het hebt over 100 euro. Alles bij elkaar, ja. Nou goed, dat is uh, dan terzijde. Terug naar het atheïsme. Ja? Kijk. Laten we beginnen met het maken van een duidelijk onderscheid. Want als je een duidelijk onderscheid hebt. dan heb je het ene en het andere. En dan kan je gaan werken aan de verbinding van die twee. En als je snapt wat ik bedoel met wat ik net zeg. Dus in een stopcontact daar heb je een pootje of een gaatje, en dat is de aarde. Daar komt helemaal niks uit. Dat ding is verbonden in principe met de waterleiding. Daar zit helemaal geen spanning op. En die andere, die heet ook wel de prik. Of het heet de hete. En daar zit de spanning op. Dus er is een verschil tussen de aarde. En die andere, de nul en de, de spanningleiding. En daartussen, die twee, daar kan je wat mee gaan doen. Ja, maar je hebt ook nog uh, een derde, hoor. Een derde is er ook nog dat is de aarde, namelijk. En, uh... Ja, dat is hoge orde elektronica. Dat heb je in principe alleen maar nodig voor het geval er iets misgaat. Of in het geval van. Uh, als je een, een audioversterker hebt met een hele hoge kwaliteit. En dat heeft er alles mee te maken dat die, die nul van het stopcontact. die is niet echt aarde. Dat is niet een totale nul, omdat die in het circuit zit. En je moet er eentje hebben die, dat de derde die eromheen gaat. Maar in principe. Uh, een, een laptop of een zaklantaarn of een elektromotor, dat werkt op twee dingen. Twee dingen is genoeg. Nou, de twee dingen die je, als je dan kijkt in, in naar de wereld, hè, wat zijn dan de twee dingen die oer zijn? Ja, want je kan zeggen, in zo'n stopcontact heb ik twee dingen. Dat ene pootje, dat ene gaatje, doet helemaal niks. En het andere is een nul. En het andere gaatje, daar zit de prik op. Dat is een onderscheid. Bij het schaken heb je de witte stukken en je hebt de zwarte stukken. Maar bij het schaken heb je ook de stukken en het bord. En bij het schaken heb je ook de stukken en het bord. Aan de ene kant. En de schaakklok. Wat weer iets heel anders is. En bij het schaken heb je dan ook nog... het uh, schaakbord met de stukken en de schaakklok aan de ene kant... en de schaakspelers aan de andere kant. Dus je kan, als je een onderscheid hebt... We nou, nemen terug naar het stopcontact. Je hebt dan het stopcontact met het nulpootje en de prikpoot. En je hebt aan de ene kant de stopcontacten... en aan de andere kant de elektrische apparaten en aan de ene kant heb je weer de stopcontacten en de elektrische apparaten en aan de andere kant heb je de mensen die die dingen nodig hebben want als je geen mensen hebt dan heb je ook geen stopcontacten nodig dus de wereld is in die zin niets anders dan een opeenstapeling van twee dingen en als je twee dingen benoemt dan kan je gelijk weer twee andere dingen zien dus als je het hebt over een stopcontact met een pootje en een nulpootje en een prikpootje, dan heb je gelijk weer over ja, maar dan heb je dus ook apparaten die erin passen. Dus dan heb je stopcontact naar praten. En als je dat hebt, dan heb je ja, maar dan heb je ook mensen die, nou, onze waard, dat gaan we door. Nou, waar eindigt dat hele circus nou? Is er een eind -onderscheid? Goed met me meedenken. Ga maar even zelf nadenken. Je hebt, uh, uh, je hebt mensen en dieren. Dat is een duidelijk onderscheid. En dan heb je ook in een dierentuin, zie je dat duidelijk. Hè? Die dieren zitten achter het hek. Nou, niet allemaal, maar die, die, dieren, die, hebben daar, die, die, die dieren hoeven geen toegang te betalen. En de mensen wel. Hè? Maar dan heb je aan de ene kant heb je dan, uh, mensen en dierentuinen. En aan de andere kant heb je. Um, dit gaat maar door. Alles is een opeenstapeling. Je hebt een, een computer bestaat uit data en een programma. En een, uh, dat is weer een tweedeling. En dan heb je altijd nog in die computer dan de, de chips en de rest van de elektronica. Wat weer een tweedeling is. En de computer als geheel, daar heb je aan de ene kant en heb je de mens aan de andere kant. En de computer en de mens samen. Dat is dan weer een verbeterde communicatieeenheid. En dat heb je aan de ene kant. En die communicatieeenheid. die werkt dan binnen een groep. waarin die communiceert met die computer. En is die groep er niet. dan heeft dus die eenheid tussen mensen en computer. ook geen enkele zin. En als je niemand hebt. die je een e-mail kan sturen. dan. wat heeft het dan voor zin om een e-mailprogramma te hebben? Als voor de rest niemand een computer heeft. En als je dus een mensen hebt. Die dan uh, allemaal als elkaar e-mailtjes sturen. Ja, dat heeft geen enkele zin als ze niks te vertellen hebben. Dus er moet ook iets gaande zijn. Als er niks gebeurt, waarom zou je dan iemand een e-mail sturen? Ja, zo kan je dus al het onderscheid wat je maakt, dat kan je dan weer plaatsen als, uh, als één ding wat zich weer. Onderscheidt van een ander ding. Ja, dus je hebt een mens, onderscheidt zich van dier. En dan neem je iets als dierentuin, wat berust op dat onderscheid. En dan heb je weer dierentuin, wat zich weer verhoudt tot. Nou, waar is een dierentuin voor? Ja. Artis, bijvoorbeeld, in Amsterdam. Dat is ooit gesticht. Voor kunstenaars, zodat ze tekeningen konden maken van wilde dieren. En dus artists had je dan aan de ene kant. En dan de kunstenaars die tekeningen maakten aan de andere kant. En als er geen kunstenaars waren die tekeningen wilden maken van wilde dieren. dan had je heel artists niet nodig. En dan had je dus ook niks aan het onderscheid tussen mens en dier. Zo kan je alles aan elkaar knappen. Een auto heb je benzine en een auto. Dan rijdt een auto niet. En dat heb je dan weer, die auto en die benzine tezamen. samen. Als je dat weer ziet als één. Dus dan maak je van auto en benzine maak je weer een eenheid. Die eenheid verhoudt zich dan tot de bestuurder. Nou, en de auto en de bestuurder, als je die weer tot één maakt. Dan heb je de auto en de bestuurder aan de ene kant. En de bestemming aan de andere kant. Dat is weer iets heel anders dan een auto en een bestuurder. Heb je? Dus een onderscheid kan je altijd tot één maken. En dan gaat dat onderscheid zich weer verhouden tot iets anders. Je kan zeggen dat dit een beetje lijkt op die, uh, dat, dat lelijke verhaal van die lelijke filosoof. Met die lelijke boeken. Wiens klaslokaal gevuld was met uh, oversexte meisjes. En iedereen snapt dat oversexte meisjes. in combinatie met filosofie. dat kan alleen maar leiden tot ellende. En waarom is dat? Nou, oversexte meisjes, dat leidt tot ellende. Maar de oversexte meisjes gingen allemaal naar die lelijke filosoof. En meisjes vallen op lelijke mannen. Dat is, dat is ook iets, ik weet niet waarom, maar dat, dat is dan zoiets. En die lelijke filosoof die had ook een hele lelijke naam. En die naam, daar is het Nederlandse woord hekel uit afgeleid. Dit weet ik niet zeker. Dit vermoed ik alleen maar omdat die man zo lelijk is. En omdat die filosoof zo lelijk is, ga je denken dat het niet anders kan dan dat het Nederlandse woord hekel van zijn achternaam komt. Dat is weer een menselijke eigenschap. Zo hoort dat. En, en die Duitsers, die zeiden, het was een Duitser, dat is ook heel vervelend voor die Duitsers natuurlijk. De Duitsers hebben het al zo moeilijk gehad met die 30 oorlog. En, en toen nog die man die in het Nederlands dan het woord hekel heeft veroorzaakt, zodat wij een hekel kregen misschien aan hè, het land van hekel. Nou, dat kennen we allemaal wel met anti-Germanisme en zo. Ja. Dat is allemaal hartstikke vervelend natuurlijk. En die hekel, de, zo noem ik hem dan maar, de, die, die hekelman. Met die oversexte meisjes in de klas. Die hadden het dan over deze, antithese en synthese. <laughs> ja, dat was een grapje. Nee, grapje, 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 grapje. Maar ik vind gewoon dat iedereen die een beetje nadenkt. Die moet een deel van zijn leven besteden aan het afzeiken van deze charlatan. Hegel heet die man. Met die oversexte meisjes. En dat klopt, dat laatste klopt. Zijn klaslokalen zaten vol met meisjes. En waarom? De klaslokalen van Arthur Schopenhauer... die waren uh, gevuld... Uh, voor 10%... met uh, ja, jonge mannen... die de grootste moeite hadden om te begrijpen... waar Arthur Schopenhauer het over had. En Hegel, dat is dus de filosoof... ja, dat snapt iedereen. Dus, dus... Daarom heeft Hegel... Dus is dat ook helemaal niks. Maar in feite zeg ik dus zoiets als hetzelfde. These en antithese en daartussen de synthese. Alleen ik zeg dan: je hebt dus het ene en je hebt het andere in een duidelijk onderscheid. Die twee kan je altijd weer samenvoegen. En dan heb je weer een nieuw onderscheid. Dan kan je op zoek naar een nieuw ding. Dus als je een stopcontact en een elektrisch apparaat hebt samengevoegd tot één in je hoofd. dan denk je: waarom is er eigenlijk zoiets als stopcontacten en elektrische apparaten? Als ik dat als één ding zie. en dan zie je dus: oh ja, natuurlijk degene die dat gebruikt. Ja, en als je die dan weer samenvoegt, nou, waarom heb je dat dan? Waarom heb je mensen die stopcontacten in elektrische apparaten gebruiken? Nou, waarom is dat dan? Nou, waarom is dat, dan? Nou, dat is om een gezin te runnen of uh, je dagelijkse bestaan. Of het, uh, kennelijk zijn mensen dus gehecht aan het leven. Dus dan heb je weer het fenomeen dat mensen gehecht zijn aan het leven. En waarom is dat dan? En dan begin je een beetje aan de grens te komen. Nou, wat is nou de ultieme grens? Wat is nou het ultieme ding dat je niet kan samenvoegen? Wat, wat onmogelijk samen te voegen is. Nou, die is aan de ene kant dat wat er is, dus alle dingen, alle zaken die er zijn. Zijn. die meetbaar zijn, telbaar zijn. en aan de andere kant. het woord. En het woord, dat. het bestaan van het woord. dat kan je zien aan boeken en aan video's. en. Nou, je luistert nu naar mij. en ik spreek. in het woord. Dus je weet dat het woord bestaat, maar dat is niet wat ik bedoel. En dat is het materiële woord. Dat is het woord dat gematerialiseerd is, dat issende is. Want wat ik zeg, dat kan je tellen. Dat behoort tot het issende. En ik bedoel het woord los van het issende. Ja, heb je wat ik bedoel? Eh, voordat ik spreek, bedenk ik wat ik ga zeggen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Goeie grap, hè? Maar voordat ik wat zeg, denk ik erover na. Ik kan er zelfs over nadenken zonder dat ik echt woorden in mijn hoofd heb. Maar dan weet ik al wat ik wil gaan zeggen. En dan steek ik mijn vinger op. En dan, dan zegt de leraar of de whatever van ja, Piri, zeg het maar. En dan weet ik al wat ik wil gaan zeggen. En dan, ik weet pas echt wat ik wilde gaan zeggen als ik naar mezelf luister terwijl ik spreek. Want dat is ook zo, hè? Dat, ik kan rustig zo'n beschouwing houden en dan maak ik een verspreking. En niet zelden hoor ik mezelf verspreken. En dan zeg ik sorry. En dan hoor ik mezelf het verkeerde woord gebruiken. Snap je? Dus ik wil iets zeggen en dat ga ik dan zeggen. En terwijl ik het zeg, luister ik naar wat ik zeg. En dan hoor ik mezelf iets zeggen wat ik niet bedoel. En dan zeg ik sorry, uh, whatever. Het gebeurt ook dat ik dat niet in de gaten heb. En dat ik het pas merk als ik de opname terugluister. Ik had er laatst weer eentje dat ik een. Oh ja, dan heb ik het over uh, CO2. Dat je dat alleen maar kan zien met een nachtkijker. <coughs> en dan ga ik daarop door en dan wil ik zeggen nachtkijker. En dan gebruik ik het woord CO2-kijker. Nou, CO2-kijker, dat, dat, die term bestaat niet eens. Het is wel een. Begrijpelijke verspreking. Maar ik wilde niet CO2-kijker zeggen. Ik wilde nachtkijker zeggen. En dan zeg ik zomaar CO2-kijker. Met een CO2-kijker. Blablabla. dan ga ik zo door. Ik denk, jeetje, wat een verspreking. Dan heb je? Dus dat woord waar ik het over heb. dat gaat vooraf. aan het woord wat uit mijn mond komt. Heb je die even goed? Dus goed zien aan de ene kant. dan heb even je ogen dicht. Aan de ene kant alles wat er is. Alles wat je kan meten, alles wat je kan tellen. En aan de andere kant het woord. Nou, die twee zijn niet te verenigen. Dus, wat hebben we dan hier? Die twee passen dus niet binnen een groter geheel. Want als je wil weten waar stopcontacten vandaan komen, dan moet je komen met, nou kijk, een stopcontact wordt gebruikt voor een elektrisch apparaat. En de combinatie van stopcontacten en elektrische apparaten is dat een mens dat toepast en dat een mens dat graag wil toepassen, daarom zijn er stopcontacten. Dus uh, waarom zijn er dierentuinen? Nou, en dan kom je weer, want dierentuinen zijn ooit gemaakt in artis, was dat dan zo. Hè? En tegenwoordig zijn dierentuinen er voor volwassenen om hun kinderen mee naartoe te nemen. En dat is nodig en nou, daarom zijn er dierentuinen. Maar als materie en het woord niet te verenigen zijn... Um, waarom zijn ze er dan? Nou, de verklaring daarvoor kan dan alleen maar zijn dat de een het gevolg is van de ander. Dus, um, dan neem je auto's en uitlaatgassen? Oh, laat ik zo zeggen: je neemt de transport van mensen en uitlaatgassen. Dat is niet één ding. Nou, aan de ene kant heb je transport en uitlaatgassen. En, uh, en aan de andere kant heb je. Ja, aan de andere kant heb je helemaal niks. Het is niet zo dat de, het, uh, transport en uitlaatgassen als één geheel zien. Dat dat zich weer verhoudt tot iets anders. En dat je zegt, ja, dat tezamen dat is weer nodig. Hè? Toch heb je aan de ene kant transport en dan die uitlaatgassen. Nou, en hoe komt het nou? Nou, dat transport is nodig. En die uitlaatgassen zijn een gevolg van het transport. Grip je? Goede filosofische exercitie is dit. Goed met me meedenken. Nou, dus dan ben je gestuurd op iets wat je niet tot een eenheid kan maken. Dus dan rest als uh, laatste mogelijkheid dat het hier gaat om. Twee dingen, een duidelijk onderscheid, waarbij het ene het gevolg is van het andere. Nou, dan hebben we twee mogelijkheden. Het woord is het gevolg van de materie, of de materie is het gevolg van het woord. Ja. Wauw, moet je nu denken. Wat een duidelijk verhaal. Als er iets is in dit verhaal wat je niet begrijpt, dan ben je of nog niet toe aan dit niveau van denken. Wat heel abstract is namelijk. Niet zozeer dat je dan dom bent, maar dan, dan kan je nog niet zo abstractief denken. Dan is je hart te wild. Dan is je hoofd te vol met dingen. Weet ik wel wat. Je hebt ruzie met je buurvrouw. Of uh, weet ik wel wat. Je bent iets vergeten op de verjaardag van je moeder. Of uh, je zit iets anders dwars. Of je hebt een onvoldoende voor wiskunde en daar baal je van. Of weet ik wel wat. En dat kan, en, en dan moet je dit hele verhaal nog maar een keer gaan luisteren op een ander moment. Want dit verhaal wat ik net zei, dat klopt als een bus. Namelijk. Ja, is kort samengevat, twee fenomenen die totaal anders zijn, die kan je maken tot één, en dan kan je zien dat. Die eenheid tussen die twee tegenovergestelde dingen. dat die een functie heeft ten opzichte van weer een ander ding. En dan heb je weer een nieuwe tweeheid. en die kan je weer samen zien tot één ding. en dat heeft weer een functie tot een ander ding. En dat kan je alsmaar blijven herhalen. Net zolang totdat je stuit op een eindpunt. Nou, en het eindpunt is dan. Nou, er zijn ja, één van de eindpunten, zou ik moeten zeggen. Maar een hele belangrijke. Ja, want je kan ook zeggen. De... Nou, en ook een eindpunt is denk ik. het leven. en de wil om in leven te blijven. Dat zijn ook twee verschillende dingen. Maar ja, daarvan kan je zeggen dat de wil om in leven te blijven een gevolg is van het leven. Want je hebt iets en ja, dat wil je niet kwijt. Dus iets uh, wat zich duidelijk verschilt van iets anders. en toch een relatie heeft. er moet wel een relatie in zitten, natuurlijk. hè. Je kan zeggen aan de ene kant kan je hebben uh, de Zuid-Amerikaanse uh, Paarse Colibri aan de ene kant. En de, de standaard uh, schablonenbibliotheek bibliotheek van C aan de andere kant. Ja, maar die twee hebben niks met elkaar te maken. Of uh, floating point operaties aan de andere kant. Kijk, een, een Colibri heeft niks te maken met floating point operaties. Floating point operaties vinden niet plaats in het ziekenhuis, maar in een computer. <laughs> Drijvende comma operaties. Heel interessant. Maar twee dingen die een relatie hebben, maar totaal verschillend zijn, daar gaat het dus om. En die vormen of een eenheid omdat ze een functie hebben in een andere relatie. Of de een is het gevolg van de ander. En iets anders is er niet mogelijk. En als jij denkt van wel, dan kan het natuurlijk ook dat denk je denkt, ja, Perry, hoe kan Perry nou gelijk hebben? Want uh, kan er niet nog een derde mogelijkheid zijn? Ja, volgens mij niet. Hoor. Ja, ga, ga maar nadenken. Ja, ik, ik, ik zit nu even te denken aan um, klaver. Dat is een gewas van een plantje. Hè? En dat wordt gebruikt als stikstofbemester. Oh, stikstof, oh, we gaan dood. Oh, we gaan dood. Allemaal oh, 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 gaan dood. <laughs> Je gaat niet dood van klaver. <laughs> En als je een grond hebt waar niks in wil groeien, omdat het alleen maar bestaat uit zand en stenen en troep en helemaal niks. Nou, dan moet er stikstofoxide moet er erin. Nou, een manier om dat te doen, dat is uh, dat je een fabriek belt, een kunstmestfabriek. En dan zeg je, nou, ik heb die en die grond en dan heb je wat spulletjes voor me. En dan, nou, dan zeggen ze, oké okay, joh, is goed. En dan maken ze een mix voor je. Als je dan... Um, nou, die, die stikstoffabrieken, industrie-dingen, dat zijn hele kundige mensen. Dat is een manier. En een andere manier is om klaver uit te zaaien. Want klaver kan groeien in hele arme grond. En dat komt omdat klaver een symbiose heeft met de stikstofbacterie. Met een stikstofbindende bacterie. Ja, en dat is dus iets heel anders. Heb je dus aan de ene kant heb je klaver en aan de andere kant heb je die bacterie. En als je die als één eenheid ziet, waarom is dat dan? Ja, dan kan je zeggen, nou, dat is voor de stikstofbemesting. Dat is het nut daarvan. Als je dat niet hebt, heb je dus geen natuurlijke stikstofbemesting. Want dat gebeurt, hè? dus zo'n klaver die, die gaat dus groeien in stikstofarme grond. Die, die klaver die overleeft dat wel. En door die bacterie. Die het lekker vindt om in de worteltjes van zo'n klaver te zitten. die krijgt dus voldoende stikstof. en nog voldoende andere dingen van de klaver zelf. En die, die gaat dan lekker groeien. en die bindt dan de atomaire stikstof uit de atmosfeer. tot nitriet en nitraat. En, uh, ja, dat gebruikt aan de ene kant de klaver. om zelf te groeien. Want de klaver heeft nitriet en nitraat nodig. net als iedere andere plant. Voor de productie van glucose. En als dan de klaver lekker, als het helemaal vol staat met klaveren. dan kom je met de grote ploeg. en dan ploeg je al die klaveren ploeg je onder. Dat is wel zielig voor die klaveren natuurlijk. maar ja. En dan heb je landbouwgrond. Of je herhaalt dat proces een paar keer. Ik, ik weet niet hoe ze dat doen. Maar dat heet stikstofbemesting op natuurlijke manier. En zo wordt dat gebruikt en ja, die relatie tussen de klaver en die stikstofbacterie. Maar misschien moet je zeggen dat die berust op toeval. Maar, maar dat weet je niet. Maar in elk geval, die stikstofbacterie vindt het erg lekker in die worteltjes van die klaver. Dat is een feit. Maar misschien dat je moet zeggen dat het toeval is. Maar ons woord is niet toevallig. Nou, dat wil zeggen, ons woord is toevallig als je zegt dat het woord het gevolg is van materie. Want dan is het toevallig. Ja, precies, zo komen we eruit. Als je zegt dat het woord het gevolg is van de materie, dan is die relatie tussen materie en het woord is toevallig. Ja, zo moet je dat zien. En dat laatste, dat kan niet. Dat heeft een Nederlandse filosoof aangetoond. Het kan niet zo zijn dat de materie toevallig, uh, dat, dat de materie toevallig het woord heeft voortgebracht. Dat is onmogelijk. Dat bewijs is geleverd aan het begin van de 20e eeuw. Door Gerardus Heymans. Of Gerard Heymans. Heymans met een Y. Met de Y van Perry. Ik heb op het Heymans college gezeten in Groningen. Dat is toevallig. Maar dat de materie taal heeft voortgebracht. dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan dus ook niet toevallig, want dat kan namelijk niet. Dat heeft Gerard Heijmans niks uitgeschreven. Daar is niets aan te weerleggen, daar is niets aan te doen, dat is nu een keer zo. Dus dat gaat niet. Nou, wat blijft er dan over? Ja, dan blijft er over dat het woord. de materie heeft veroorzaakt. Wauw. Dat blijft dus over als enige mogelijkheid. Want materie en het woord. zijn niet samen te voegen. omdat ze iets anders dienen. Met nog een derde factor erbij, zoals een stopcontact. En elektrische apparaten die zijn ervoor omdat aan de ene kant stopcontacten en elektrische apparaten en aan de andere kant heb je mensen. En de, die, dat dualisme, zeg maar, dat is voor het plezier van de mens. En zijn er geen mensen, dan heb je geen stopcontacten en elektrische apparaten nodig. Dus waarom is dat onderscheid tussen een stopcontact en een elektrisch apparaat daar? Nou, dat komt door de mens die dat handig vindt. Als er geen mensen zijn die dat handig vinden, dan zijn ze die stoppendakkenbaarden nooit geweest. En die elektrische apparaten ook niet. Maar in het geval van materie en het woord is er dus niet nog een derde factor. En heb ik ergens een denkfout gemaakt? Nou, spoel het bandje maar terug. En ga maar luisteren. Pak maar een stukje papier erbij. Geef maar een reactie. En op zoveel minuten maak jij een denkfout, meneertje Perritje. Ik vind het best. Je kan mij niet beledigen hoor. Hoef je niet bang voor te zijn. Ik ga er voorlopig vanuit dat ik uh, helemaal gelijk heb. En ik ga er vanuit dat het bewijs dat ik gelijk heb... In het begin van de 20e eeuw al geleverd is door Gerard Heijmans. Alleen dat bewijs waar hij mee komt, ja, dat wil ik jullie niet aandoen. Dat is. Dat is een metamathematica. Dus je hebt mathematica, wiskunde. En dan metamathematica. Dat is moeilijk. En te snappen. Ik kan het nu... Uh, als, je, als je mij nu vraagt van... Uh, Pareo, we hebben hier een uh, filosofenclubje. Kan jij even een lezing komen geven over dat boekje? Want het bewijs van Gerard Heijmans... Hè, dat is een klein, dun boekje. 130 pagina's of zo. Als ik dat nu zou moeten uitleggen voor een groep mensen... Dan moet ik er weer dagen in duiken hoor. Dat is voorwaar niet makkelijk. En dit vond ik wel heel makkelijk... En het moeilijke bewijs heb ik altijd nog achter de hand. En ooit heb ik dat boekje van Heimans helemaal van kaf tot kaf uitgepluist. En dat klopt. Nou, en wat zegt het nou over atheïsme? Nou, het zegt dus dat het woord de oorzaak is van de materie. En heel treffend staat dat ook in de Bijbel. Dus als jij atheïstisch bent, het maakt niet uit als jij als jij iets wil zeggen. Wat waar is, als je dat wil, als je die wil hebt, de wil tot het spreken van de waarheid, en dan wordt jou gevraagd, staat er ergens in de Bijbel iets dat waar is, dan moet je zeggen, ja, want in de Bijbel staat, in den beginnen was het woord, en het, nou, de rest dan, daar gaan we dan misschien te ver of zo, maar in den beginnen was het woord, daarvan kan iedereen zeggen, dat is waar. Want dat heb ik je net verteld. Hey, ik ben nu 41 minuten bezig. Ik heb een tijdje reclame gemaakt voor het CO2-experiment. En die tijd kan je eraf trekken. En ik ben even naar het Hannes geweest met die theekan. En die tijd kan je er ook aftrekken. Heb ik nog een grapje gemaakt over uh, hegel. <laughs> die tijd kan je er ook aftrekken. Ik ben een aantal keren in herhalingen vervallen. En die tijd kan je er ook aftrekken. Maar alles bij elkaar heb ik in 10 à 15 minuten tijd duidelijk gemaakt. dat het woord het begin is. en de materie het gevolg van het woord. De materie, nou, alles eigenlijk. Ook het gesproken woord. en het geschreven woord. en. alles. Nagemaakte maanlandingen. Mooi, ik heb zo'n zo uh, van die. Ik heb dat, dat oude materiaal van die maanlandingen. Hè? Heb ik erbij gehaald. Daar heb ik een, een nieuwe uitzending over gemaakt. En dan zie je er eentje en dan zie je een raket. En die, die raket die hangt helemaal stil. En die is mooi uitgelicht, zodat je goed kan zien uh, ja, van alle kanten hoe die in elkaar zit. En die hangt perfect stil. En dan de achtergrond die beweegt van rechts naar links. Dus het lijkt alsof die raket van links naar rechts vliegt. Maar die raket die is helemaal stil. En het is dan een beeld wat op tv kwam. Terwijl dat de Apollo-dingen, mannen, op weg waren naar de maan. En dan daaronder. Op dat tv-beeld. Daaronder stond dan het woord. Simula simulation, dat is Engels voor simulatie. Ja, dat snap ik ook wel dat dat een simulatie is. Dat is gewoon een, een stuk speelgoed en dat hangt aan nylondraadjes. En op de achtergrond uh, is iemand bezig om, uh, nou, in, in iemand schuift de achtergrond van rechts naar links. En dan, krijg, uh, dan krijgt de kijker het idee dat die raket van links naar rechts vliegt. Nou, dat is ook, dat hoort allemaal bij dat wat is. Nou, en in de beginnen was dat niet. Nee, in de beginnen was het boord. Dat moet jij beamen. Dat moet ieder mens beamen. Ieder mens die deze 10, 15 minuten, want daar komt het dan op neer, begrepen heeft. Die moet beamen dat de eerste zin. Van het eerste vers, van het vierde evangelie, van het Nieuwe Testament, dat daar de waarheid staat. In de beginnen was het woord. En dan komt er een, uh, een conjunctor, een conjunctie, moet je zeggen. Dan komt er een conjunctie. Dus in de, ik heb het dan nou even over Johannes 1, vers 1. Hè? In de beginnen was het woord en. Dat is een conjunctie. Een conjunctie van ik ging naar de markt en uh, de kaas was op. Uh, dat is In feite is een conjunctie niets meer als een tweede zin. Of een aankondiging van een tweede zin. Dus een punt is ook een conjunctie. Je kan ook zeggen ik ging naar de markt en de kaas was op. Dat kan je, zeggen. je kan ook zeggen ik ging naar de markt, punt, de kaas was op. De, de informatie is hetzelfde. Dus je kan ook zeggen de tweede zin, de tweede conjunct van de eerste zin, van het eerste vers. En die tweede zin die luidt, het woord was bij God. En daarbij is dan gedefinieerd wat God is. Dus je hebt in den beginnen, dus dat betekent voordat, ja, voordat de tijd begon, of met dat de tijd begon, was het woord. Dus voordat er iets was, was er het woord. Dat is het eerste. Dat moet ook, dat heb ik net verteld. Dat het woord gaat vooraf aan alles wat er is. Dus voordat er iets was, was het woord. Nou, en er staat in Johannes, het woord was bij God. En daarmee is God. Gedefinieerd. Wie of wat is God? Nou, God is dat waar het woord bij was. Toen alles begon. En dan komt het, de derde zin. En het woord was God. dan heb je hem. Dus als iemand zegt: maar "Ja, maar ik geloof niet in het bestaan van God." Ja, dan zegt hij dus: "Ik geloof niet in het bestaan van het woord." Dan zegt zo iemand dus eigenlijk: "Nou, ik denk nooit na voordat ik wat zeg." Want het woord is dat wat er is voordat je wat gaat zeggen. Dat heb ik al helemaal aan het begin verteld. Dus op het moment dat je iets zegt, dat is al het issende. En het woord gaat daaraan vooraf. En als je dus niet iets is wat vooraf gaat aan dat wat jij zegt, dan betekent dat dat jij dus niet nadenkt voordat je spreekt. Maar dan heb jij een ernstig probleempje tussen je twee oren. Happy. En dan dat filmpje wat ik net zag. Eh, daarin zie ik dan eh, zij reageert, die vrouw, die, eh, die gaat dan tekeer. En wat haar dan heel stoorde was een, dat er een man was en die zit dan uh, met een bijbel op schoot. En dan zit hij een beetje zalvend uh, te zeggen dat atheïsme, dat, uh, dat is een uiting van teleurstelling, en boosheid, en verdriet en zo. En die aanpak van hem, die, ja, die kan ik aan de ene kant wel begrijpen. En dan val je makkelijk ten prooi aan zo'n dolgedraaide trien. Die niet nadenkt voordat ze gaat spreken. Want die pakt hem op ja, waar hij maar wil. Als je al met de Bijbel in beeld gaat spreken. Dan gaan mensen gelijk al. Het ah, is dus vandaar dat ik dat niet doe. Ik zeg alleen maar dat Johannes 1, vers 1, met die drie conjuncten: in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. De eerste conjunct. Dus de eerste zin is dat. De eerste bewering. De eerste conjunct. Die is waar. Die heb ik net bewezen. Die heb ik aangetoond dat die waar is. Dat het woord gaat vooraf aan alles wat er is. Dat kan niet anders. Nou, en dan zijn die twee andere conjuncten. Dat is dan de, de introductie van God. Waar heb je het dan over als je het hebt over God? Nou, dat staat in Johannes 1, vers 1. Dat is alles. En weet dan even, voor jouw info, dat ik ben op een blauwe maandag bij de Vrijmetselerij langs geweest. Bij een loge hier in Arnhem, in Velp om precies te zijn. Het uh, was er erg leuk. Bij je binnenkomst kregen we allemaal consumptiebonnen in de hand gedrukt. En zo'n man in een mooie businesspak, die zei daarbij van met deze bonnen kan je in de pauze sterke drank krijgen. Nou, ik was toch al van plan om te blijven. Ook gedurende de pauze en het helemaal uit te zitten. Maar dan ook een sterke drank kan krijgen. Ja, <laughs> En ik was met iemand en die drinkt helemaal niet. En van hem kreeg ik... We kregen allebei twee bonnen. En hij nam van zijn ene bon nam die een flesje cola. En die andere bon die kreeg ik... Ik denk mooi zo. Dus ik heb drie jenever weggetankt in de pauze. Heerlijk. Ja, dat was een goeie, Geneve. Ketel 1 of zo. Nou, en daar lag een bijbel. En ik had nog een leuke discussie met een oude vrijmetselaar daar. En die zei, nee, daar ligt geen bijbel. Ik zei, daar ligt wel een bijbel. Nee, zei hij, daar ligt geen bijbel. Ik zei, daar ligt wel een bijbel. <laughs> dat is heel leuk. Ik wist wat dat hij met me aan het dingen. Dat was een hele aardige man. Hij zei, nee, daar ligt Johannes 1, vers 1. Oh, zeker. Bedoel je het zo? Ja, zei zo bedoelen we dat. Dus als hun, hun dan beginnen met hun rituelen... Hè, ze doen daar toneelstukjes. Ze hebben zo'n heel groot boek... en er zijn allemaal toneelstukjes in... net als de verzamelde werken van William Shakespeare. En dan gaan ze dus onder begeleiding van iemand... dus één iemand, die is de master of ceremony... en dan doen ze zo'n toneelstukje opvoeren. En dan Piet gaat dit doen en Kees gaat dat doen... En, uh, hebben ze allemaal van die kostuums. En, nou, dat denk ik wel leuk. Als je houdt van toneelspelen. Maar die werken dus ook met Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. Door de rijden. dat is niet. Ik doe het nou een beetje af als uh, kleine jongetjes gedoe. En dat vind ik ook eigenlijk wel. Maar het zijn natuurlijk wel mensen die. Nou ja. Nou, ik heb er genoeg grapjes over gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Ik wil niet al te onrespectvol overkomen. Maar eh, terug naar het atheïsme. Er hoort zoiets te zijn als nadenken voordat je gaat spreken. En die, de, je bewustzijn van dat nadenken voordat je spreekt, dat is het woord. En dat woord moet bij God zijn en dat woord moet God zijn. Want dat woord is het begin van alles. In Spreuken 1 vers 1, dat is het oude testament, daar staat een zachtmoedig woord vermindert wrok. Een krenkend woord vermeerdert grimmigheid. Waarbij wrok en grimmigheid misschien omgekeerd zijn, maar. Ja, pak het er maar bij. Spreuken 15, vers 1. Je woord is heel belangrijk. En de Bijbel. spreekt als geen ander boek over de kracht van het woord. Dus, uh, en daarom is het zo'n belangrijk boek. En daarom moeten wij die Bijbel-inhoud respecteren. Daarom moeten wij onze kinderen respect bijbrengen voor de inhoud van de Bijbel. Want anders dan gaat het woord verloren. En dat merk je nu ook. Ik had laatst dus een discussie met mijn dochter. En die is een atheist. En dat was een filmpje op uh, YouTube. En er staat een jongen met een jurk op een podium. En ik zeg dus. Daar staat een jongen met een jurk. En zij zegt. Nee, daar staat een vrouw. Ik zeg. Nee, daar staat een jongen met een jurk. Nee, zegt ze. Daar staat een vrouw. Ik zeg. Ja. Zeg maar, onder die jurk, daar zit een penis. Dus dat is een mannenlichaam. Nee, zei ze. Dat is een vrouwenlichaam. Dat is een vrouwenlichaam met mannelijke geslachtskenmerken. Kijk, dat is dus het einde van het woord. Want het is geen vrouwelijk lichaam met mannelijke geslachtskenmerken. Je kan ook niet een hond hebben. Met uh, een lichaam uh, van een kat. Als ik zeg, hier zeg van. Hé, uh, hey, dat is een kat. Dan Nee, het is een lichaam van een hond. Zeg, ja, maar het miauwt en het, en het klauwt. En dan zeg je, Ja, het is het lichaam van een hond. Met de kenmerken van een kat. Maar het is het lichaam van een hond. Nee, het is een kat. Het woord wordt onderuit gehaald. Ook dingen als uh, dat met uh, die techniek, dat heet waterborden. Dan, dan krijg je een doek over je hoofd en dan gieten ze water op. En dan krijg je de sensatie alsof je aan het verdrinken bent. Dat wordt genoemd uh, enhanced interrogation. Een opgevoerde ondervraging. Vroeger heette dat martelen. Torture. Maar torture is verboden bij wet. Dus dan verzinnen we een ander woord en dan mag het wel. Kijk, dat krijg je in een samenleving die geen respect heeft voor de inhoud van de Bijbel. In zo'n samenleving krijg je ook dat mannen seks gaan hebben met mannen en vrouwen seks gaan hebben met vrouwen. Dat krijg je in zo'n samenleving. Dat is een aspect daarvan. Dus als iemand mazelen heeft, dan krijgt hij rode vlekjes op zijn huid. Dat wil niet zeggen dat iedereen met rode vlekjes op zijn huid dat hij mazelen heeft. Maar als iemand mazelen heeft, dan krijgt hij rode vlekjes. En als je maatschappij goddeloos is, atheïstisch is, dan krijg je homoseksualiteit. En van homoseksualiteit krijg je intergenerationele seks. Dus niet iedereen die aan intergenerationele seks doet, dat is seks met kinderen, niet iedereen die daaraan doet, is een homoseksueel. Maar in een maatschappij met veel homoseksualiteit krijg je automatisch de neiging ook om seks te gaan hebben met kinderen. Kortom, een maatschappij die geen respect heeft voor de inhoud van de Bijbel, die vervalt door de homoseksualiteit en intergenerationele seks. Dan knoop het in je oren. Er staat veel op het spel. Als jij niet bereid bent om na te denken. met die meuk die tussen je oren zit. luister dit begin nog eens af. En dan kan je die grapjes over hegel. die kan je dan allemaal skippen. Goed, hoe ik het heb. is over het maken van een duidelijk onderscheid. Dus in een stopcontact heb je een pootje zonder Elektra. en een pootje met Elektra. En waarom zijn die twee daar? Terwijl ze zo verschillend zijn, nou, dat is omdat ze samen een functie hebben. Je hebt de dieren in een dierentuin en je hebt de dierentuin. Die hebben helemaal geen enkele relatie tot elkaar. Maar waarom zijn ze daar? Nou, omdat ze samen een functie hebben. Een dierentuin zonder dieren heeft geen functie. En een dier zonder dierentuin, die gaat dood. In Amsterdam dan, hè? niet in het oerwoud. Maar als je een olifant loslaat in Amsterdam, dan gaat hij dood. Maar in de dierentuin, in achter kan hij overleven. Dus... Maar hij heeft verder geen relatie met die dierentuin. Hij is heel anders. Huh? En waarom is dat nou eens vanwege die kunstenaars destijds. Dat ze tekeningen wilden maken. En, en, en nu omdat er ouders zijn met kinderen. Snap je? Zo zat het in elkaar. En dan eindig je uiteindelijk mee alles wat er is. Al het, al het materiële, alles wat er is, alles wat meetbaar en telbaar is, aan de ene kant. En dan het woord aan de andere kant. En die hebben samen niet een relatie omdat het ergens voor nodig is. En waar zou dat voor nodig zijn? Is er iets buiten de materie waar dat voor nodig is? Dus moet er een oorzakelijke relatie zijn. En die oorzakelijke relatie die is er of die is toevallig? Nou, en zo kom je er dus bij uit dat het woord de oorzaak moet zijn van de materie. En dus is de eerste conjunct van het eerste vers van het vierde evangelie van het Nieuwe Testament van de Bijbel. Johannes is het vierde evangelie. Daarvan het eerste vers. Is waar. En die waarheid is een hele. diepe. waarheid. die betreft. De, het hele universum. Die gaat voorbij. alle liegpartijen. Uh, alles. Dit is een waarheid. die er was. toen Johannes het opschreef. Dat is een waarheid. die er nu is. om de. Terwijl ik het zeg, en het is een waarheid die er zal zijn, zolang er tijd is en zolang er mensen zijn die die waarheid ervaren. Als er geen mensen meer zijn, dan heeft waarheid verder geen bedoeling, geen betekenis. Als het leven voorbij is, heeft waarheid geen betekenis meer. Maar zolang er nog leven is, heeft waarheid betekenis. Nou, ik hoop dat ik dit goed heb uitgelegd dat ik een foutloos betoog heb gehouden. Alhoewel die grap over Hegel, die, die kan beter. Maar kijk, Hegel is zo'n lelijke man, heeft zo'n lelijk hoofd. De, de lelijkheid van Hegel is heel moeilijk om te vatten in één grap. Dus dat moet je me vergeven. Dat, dat kan niet anders. Als je, kijk, als, als je gaat poepruimen... ruimen. Dan kan je dat wel heel leuk doen, maar je blijft toch een beetje naar poep stinken. En dat je denkt: van ja, nou, je moet niet helemaal goed poepen. Maar dat komt omdat die hegel zo. Hè, dat is, ja. Je moet er wat mee, maar. Hè? <lacht> hegel. <lacht> en op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie die nu ingebed zijn in filosofie. Hè? Dus uh, wat mij betreft, als je dit begrepen hebt, uh, moet je me even duidelijk maken. En dan ga ik een diploma en dan krijg je een diploma, mag je aan de muur hangen. Dan maak ik een PDF voor je. Of als je dan een klein centje betaalt, dan maak ik een printje voor je. En dan uh, stuur ik hem op via de post. Zo. En dan zeg ik op zijn hamburs tegen jullie studenten, de toekomstige leraren uh, van de mensheid. choose and uh, set them up